Wij hebben vanmiddag op 11.11.2011 om 4 uur het labyrinth Slotenpark geopend. En dat hebben we gedaan met een prachtige dans van Roos Dansverhalen. Alle aanwezigen hebben een labyrinthwandeling gemaakt, hebben door het labyrinth gelopen en met een lichtje. Een labyrinth is een weg die uitgelegd is en waar je van de buitenkant niet kan zien hoe je gaat lopen. Dat moet je gaan ervaren. Je loopt allerlei wikkels in en uit. Je denkt, oh, ik kom nu bij het midden, want dat is de bedoeling. Het is de bedoeling dat je in het centrum uitkomt. Maar je denkt bij het centrum te zijn en dan word je opeens weer naar buiten geleid. En dat gaat zo een aantal windingen door, maar uiteindelijk kom je toch in het midden. En in het midden kun je een moment van rust ervaren, terugblik, meditatiemoment of hoe je dat ook zou willen invullen. En als je daar dan bent geweest, dan kun je, zou je kunnen zeggen, je laven aan de bron. En met dat wat je dan hebt gekregen, ga je weer terug. Weer die lange weg en dan ga je weer de wereld in. Een stukje avontuur zou je bijna kunnen zeggen. Van, hey, wat is daar? Er staat een bord. Wat moet ik daar doen? Wat is de verrassing? En dat hoop ik ook eigenlijk, dat het niet per se verbonden is aan een feest of aan een grote groep mensen die daar per se moeten komen. Maar nee, dat ook mensen die daar door het Slotenpark komen, kinderen die daar komen, nieuwsgierig worden en het gewoon maar gaan doen. En misschien dan ook wel verrast worden. Overal in de wereld worden labyrinthen gelegd, ook heel veel in kerken. In deze tijd is het zeker een rustpunt voor een ieder, ja, een stukje bezinning. Ik denk ook dat het belangrijk is in deze tijd, omdat de mensen allemaal zo gehaast zijn. Ze lopen aan alles voorbij. En het labyrinth lopen, kom je dicht bij je eigen kern, in je eigen stilte. Ja, en dan kun je toch dingen ervaren die er in feite al zijn, maar die voel je dan. Nou, het is eigenlijk niks. Het zijn een paar lijnen op de grond, maar ik bedoel, het idee dat je daar je kleinkinderen laat lopen, je kunt het zelf lopen. Je doet iets daar op die plek die het bijzonderder maakt op een of andere manier. Ja. Ik vind het een fantastisch initiatief. Echt heel erg leuk. Het maakt die plek een soort... Het is natuurlijk een prachtige plek daar al, maar het maakt het nog bijzonderder. Nou, ik had nog nooit een labyrinth gelopen en ik vond nu net met de opening, vond ik het wel, het gaf wel een soort samenhorigheidsgevoel om met z'n allen dat labyrinth te lopen. Dus ik vond het wel een mooie ervaring. Het is ook een kunstzinnig iets. Ik zie het eigenlijk meer als een mooi ornament in het landschap. Ik hoop dus dat heel veel mensen het gaan lopen. We hebben hier natuurlijk toch een wijk met heel verschillende populatie. Maar het is voor iedereen. En iedereen die kan het ervaren. Iedereen die ervaart het op zijn eigen manier. Ik kan dus ook niet vertellen wat je dan voelt, wat je zou moeten voelen of wat er moet gebeuren. Ik zou zeggen, ga het lopen.